Here we go! Geweldig jullie weer te zien, team. Seuren hier, met vandaag weer een nieuwe Pokémon Let's Go video voor jullie. Voor vandaag beginnen we gewoon direct waar we gisteren gebleven zijn. Oftewel aflevering nummer 7 was dat gisteren. En gaan we verder met onze trainen van onze Charmander, waar we mee bezig waren. Want die gaat vandaag, nou, 99% zeker, evolueren. I'm a pitnicker, my boyfriend is a temper. Altijd zo'n lekkere... ja, nutteloze commentaar meestal van die mensen die wat te zeggen hebben. Als je ze gaat vechten. Maar goed, gisteren dus best wel een succesvolle aflevering gehad als je het mij vraagt. Voor ja, wat we konden doen als je het mij vraagt. Gaan wij het risico lopen dat deze Goldeen een wateraanval heeft? Zeker weten niet. Dus we gaan even naar Ivysaur wisselen. Want ja, we hadden gisteren een nieuw Pokémon. Dat is de Charmander. En ook nog aardig wat van de route kunnen... ja, hoe moet ik het zeggen? Opruimen. We hadden namelijk best wel veel trainers gisteren op de Nutted Bridge. En ook nog natuurlijk het gedeelte hiervoor. Dus ja, daar hebben we allemaal weg kunnen werken. En dan nu hadden we nog een paar trainers over. En ja, kunnen we dus een stapje verder. Want als het goed is gaan er vanaf nu echt wel ja, leuke dingen gebeuren. We hebben natuurlijk ja, een beetje de introductie van het spel gehad. Met ja, de eerste gym battles. Een beetje ja, leren hoe je Pokémon moet vangen. Hoe alles werkt, et cetera. Nou, dan zijn we nu een beetje voorbij dat stage. En nu komen we echt een beetje in ja, de fase waarin we met Team Rocket te maken gaan krijgen. De echt wat, wat zwaardere gym battles, et cetera. En ook wat andere verhaallijnen krijgen. Ja, wat leukere uitstapjes, zeg maar. Thunderbolt, jeetje, mina, Pikachu. Dat is echt bizar. Dat is echt een enorm goede aanval voor ja, zo'n laag level eigenlijk. Oeh, dat wordt toch lastig. Dan ga ik denk ik toch Sippies heb weghalen. Thunderwave, ja, Quick Attack, ja, Pikachu is al snel, dus Denar Tigon weghaal eerst. Kan, ja, lastig, altijd lastig. Ik moet even een keer de, ja, ik ga het nog een keertje opzoeken. My conditioning isn't the best. Ik weet niet wat dat nou te maken heeft met het feit dat je een, dat je boyfriend, je vriend een temper was en jij een, iets anders. I wish my boyfriend were as strong as you. Nou, laten we dat maar niet horen, denk ik. I'm a temper, my girlfriend is a pitnicker. Dat was het. Dat zijn dus vriend en vriendin. En hij is dus niet erg sterk. En volgens mij mis ik dan wat, maar maakt niet uit. Een Squirtle. Daarvan kreeg ik gisteren ook de comment dat hij in het gras zat waar ik gisteren de Psyduck, tweede Psyduck vind. En daar moet ik trouwens helemaal voor oppassen dat ik niet met Charmander ga vechten, want dat wordt helemaal een ramp. Want ik weet haast wel zeker dat Squirtle op dit moment wel een, in ieder geval één wateraanval heeft. Dus misschien niet de sterkste bubbel heeft hij volgens mij. Maar ja, één aanval van water, kijk dat bedoel ik, heeft hij gegarandeerd. Dus goed dat we voor Ivysaur hebben gekozen. Pikachu had teruggekund, maar Ivysaur is net een leveltje lager. Dus we willen dat een beetje gelijk houden natuurlijk. Maar goed, die kan je dus blijkbaar hier wel in de buurt van. Dat overleeft hij gewoon. Hoe dan? Ik ben een Ivysaur. 7 levels hoger. Nou Ivysaur, dat maakt je niet echt een goede indruk mee. Ik weet dat Squirtle best wel een wat defensievere Pokémon is, maar... interessant. Dus ja, ik zal even kijken. Moeten we zo nog steeds kijken of waar je Charmander kan vangen. Dat zou ik ook nog doen, dat hebben we ook niet gedaan. Oh man! Totaal maar nutteloos. Oh well, my girlfriend will cheer me up. Dus hij maakt gewoon gebruik van zijn vriendin. Die Chili was het niet. Een eater, oké, okay, nou prima. En dan gaan we eerst even kijken, voordat ik dat vergeet, waar je überhaupt Charmander en Squirtle kan vangen. Charmander wil ik sowieso weten, want ik ben wel heel benieuwd. Heb ik dat? Een no. Oké, okay, dat klopt. Dus Charmander kan je niet vangen in het spel. En ja, moet je dus echt waarschijnlijk krijgen door ja, die... En heb ik dat ook een no voor Squirtle. Dus helaas kan je Squirtle en Bulbasaur, of Squirtle en Charmander niet vangen. In het spel wel apart dat je dan Bulbasaur wel kunt vangen, maar oké, okay. Het zal wel. Hallo. Dus waarschijnlijk, my friend has many cute Pokémon, I'm so jealous. Dus ik vind het heel apart dat je Bulbasaur wel in het wild kunt vangen, Charmander en Squirtle niet. Kom misschien omdat je, ja, Let's Go Pikachu is de soort van opvolger van Pokémon Leaf Green, wat, ja, Venusaur als mascotte had op de ja, doos van het spel. En Eevee is voor mij opvolger van
Ja, Fire Red dan. Dus misschien dat je Charmander wel kunt vangen in Dinners. In Pokémon Let's Go Eevee. Maar goed, allemaal leuke vragen. Ik weet het allemaal niet. Het enige wat ik weet is dat wij een Charmander hebben die nog één aanval hoeft te doen. En dan hebben we gewonnen van deze Oddish. En ja, dat we waarschijnlijk ook de Squirtle moeten krijgen. Dus door middel van ja, zo'n opdracht waarbij je iets aantal Pokémon moet vangen. Dus ja, ik ben benieuwd. En Pidgey, nou, die moet Charmander wel aankunnen, dat is mooi. Het gaat trouwens wel erg langzaam met de levels. Ik vind het al wel een beetje tegenvallen. Ik ga nu een keer voor Scratch. Kijken of dat misschien wat meer schade doet. Totaal niet. Oké, maakt niet uit, maar... Nou. Ik had beter gewoon Ember kunnen doen. Want als Pidgey Ember had gebruikt, dan had het wat minder schade gedaan, denk ik, tegen ons. Maar maakt niet uit. Als het goed is, moet deze Ember dan wel kunnen... Jeetje, Mina. Dat vind ik best wel slecht, eigenlijk. Ik had echt wel verwacht... Ja, het zijn dan lage levels ook, natuurlijk. Maar... Het is wel een Charmander met een betere, met een, ja, een boosted special attack nature. Dus dat vind ik dan toch wel een klein beetje jammer. Ik dacht even dat... Ik zag nog een heel klein dingetje rood en ik dacht dat we hem niet konden killen. Maar goed, maakt niet uit. I'm not jealous at all. Nou, gelukkig maar. Ik ben namelijk wel jaloers op mijn eigen Pokémon. Want ik wou dat ze het echt had. Maar helaas. You came from Mamoon. May I have a Clefairy? Is dat... Een grapje of moet ik echt gewoon haar een Clefairy laten zien om een opdracht te krijgen ofzo? You're going to see Bill. First we battle. Het ziet eruit als iemand die water Pokémon heeft, want het ziet eruit als een visser. Nou, kijk eens aan, Fisherman Wayne. Hoe kan het ook anders? Dus oude Magikarp. Nou, dat moet wel lukken. Dat moet Charmander wel aankunnen. Het is natuurlijk maar een Magikarp. Niet dat je Magikarp moet onderschatten, want jullie weten waarschijnlijk wel waar die naartoe kan evolueren. En dat is echt een geweldige Pokémon. Maar ja, Magikarp... Zelf is natuurlijk drie keer niks. Nog niet echt veel schade, Charmander. Er moet echt wel een verandering in komen. Ik hoop dat je wat beter wordt dan hoe je je nu gedraagt. Want in met vier aanvallen waarschijnlijk een Magikarp doden, dat is nou niet echt spectaculair. Nee. Het is natuurlijk ook niet super effectief. Dus misschien mogen we ook niet klagen, maar... Ach ja. Nog één level. En we zijn van Charmander af. niet dat ik Charmander nou vervelend vind ofzo. Maar het is mijn minst favoriete starter van de drie. En Krabby, ja, die moet toch wel... Nee, dat gaan we niet doen. We hebben allemaal 8 HP. Nee, dat gaan we niet doen. Dan gaan we IJzer gebruiken. Ik vind dat Krabby ook wel een aardig goede kans heeft dat hij een wateraanval heeft namelijk. Dus dat moet helemaal voorkomen. Dus we doen het gewoon even op de veilige manier nog. Leer, dat is ja weer zo'n... stadverbinderende aanval. Maar dat maakt niet uit, want we hebben een snelle Ivysaur die helaas net niet weer kan killen. Dat is weer jammer, zeg. Oh, maar dat was gaaf. Dat was een gaaf design. Sorry, die kwam van achteren en dat was ook nog best wel een mooie krap. Maar goed, maar niet uit, we zijn sneller, dus daarom wist ik dat we gewoon voor de headbutt konden gaan. Prima. Nou, als het goed is gaat... Charmander nu inderdaad level up. Eindelijk, mooi zo. Kunnen we weer een evaluatie meemaken. You're something. Something what, hè? Goede trainer, slechte trainer. Kijk, weer even genieten van dit prachtige momentje. Want het is echt mooi design. Ook voor Team Rocket wordt dit gebruikt, dat paarsachtige thema. Maar het is echt heel gaaf, echt heel gaaf. Kijk eens aan, en een Charmeleon. Dat ziet er ook wel een stukje angstaanjagender uit dan een Charmander. Nogmaals, Charmander is natuurlijk best wel gaaf, maar ja, je zag het, hij deed niet veel schade en het is ook mijn minst favoriete van de drie, dus... Tough fights put excited Pokémon. When excited, it made breath out bluish white flames. Gaaf, gaaf. Dat is, klinkt meer als een shiny. The trail below is a shortcut to Cerulean City. Dat wisten we al lang als je natuurlijk een doorgewinterde... En hier weer inderdaad een pokeballetje liggen. Doorgewinterde trainer bent, wilde ik zeggen. Maar ook dit is weer zo mooi gemaakt, jongens. Moet je kijken, dat water, het is gewoon echt hartstikke mooi. Even kijken. We hebben denk ik geen poison meer nodig, maar wat heb jij ons te zeggen? This area is popular for dates. I'm proudly an independent coach trainer and at a date spot. I'll let you know I'm pretty strong. Want me to battle you? Natuurlijk. I'll give you a wee workout. Wij gaan geen enkele battle uit de weg, want wij willen sterker worden. We willen beter worden. Maar... Voor nu willen we in ieder geval even onze Charmeleon bekijken. Oeh, een Machop. Dat is dan weer net even een lastige. Hebben we nog HP erbij gekregen? 16.
Nee, dat risico gaan we niet nemen. Ik denk dat dat te gevaarlijk is. Oeh, maar Pikachu is ook niet echt meer... Nee, dan moeten we toch even het risico nemen. Dan gaan we gewoon even voor de... We kunnen voor de smokescreen gaan, dan gaan we ook voor de Growl gaan, maar ik denk dat ik gewoon voor de Ember ga. Ik wil gewoon zo snel mogelijk schade doen op dit ding. Seismic Toss, oké, dat doet hij precies 16 schade en volgens mij hadden we er precies 16 HP. Inderdaad, geweldig. Seismic Toss en nog een aanval, ik kan het echt niet uit mijn hoofd noemen. Seismic Toss en wat is het nog meer? Oh ja, Nightshade. Nightshade, dat is een geestaanval doen. Evenveel schade als dat jouw als het level van je Pokémon. Dus Seismic Toss van een level 16 Machop doet altijd 16 schade. Wordt het Machop level 17, doet 17 schade, etcetera, etcetera. Am I the one who was coached? Who was coached? Ja, natuurlijk, wij zijn de beste. Wij leren iedereen hoe je moet vechten. Zo simpel is het. I haven't had fun like that in a long time. Here, take this. Seismic Toss. Nou, dat is mooi. Volgens mij kan Dynasty namelijk leren, Charmeleon. It deals damage equal to the level of the Pokémon that uses the move. Nou, wat grappig. Zit ik net weer allemaal uit te leggen en krijgen we daarna gewoon les van haar. Maar ja, dat is natuurlijk al een beetje te laat, want ik heb het net al uitgelegd. Maar goed, dit is dus Bill zijn huis. Nou, huis, laboratorium zo te zien. Want ik weet niet wat hij allemaal doet, maar... Hij doet er niet gekke dingen. Maar blijkbaar zat hier dus een pratende Pokémon, zoals we van onze rivaal Blue hadden gehoord. Pikachu die ziet wat waarschijnlijk, die had het helemaal niet gezien. Dus ik weet niet wat dat is. Oh, een mannetje is een Nidorino is dat. Dus... Heya, I'm a Pokémon. No, I mean, I'm Bill, call me Bill. I'm a true Boo Pokémon fanatic. Hey, what's with that skeptical look? Ziet er wel gaaf uit trouwens, ik heb nog nooit een Nidorino zo zien staan. I'm not judging you, pal. I screwed up an experiment and got combined with a Pokémon. So how about it? Help me out here. Ja, natuurlijk. I'm gonna climb inside the teleporter, so you run the cell separation system for me. You can do it from the PC over there. You're gonna do it for me, right? Don't leave me hanging. I'm counting on you, pal. Nou. I'm gonna climb inside the teleporter. Oké, nou prima. Ligt er misschien nog wat in deze vuilnisbak ook niet. Kan ik er zelf in? It's a machine of some sort. It sure looks impressive. Ook niet, we moeten echt gewoon eerst op het ding klikken. The screen says something about the teleporter. Wow, I should get in there. Don't mess this up, okay? Ja, had je dat niet even eerder al kunnen doen, maat? Zit hij erin nu? You started up the cell separation system on the teleporter. Dat klinkt als een Pokémon. Ziet er goed uit. En daar hebben we inderdaad Bill. Lijkt meer op een vrouw als je het mij vraagt, maar het is voor mijn man. Het lijkt een beetje op een vrouw. Yeehaw! Thanks, bud. I owe you one. Hey, you've got your Pokémon box right there in your bag. Good job. If you ever catch too many Pokémon and your box gets full, send some of those Pokémon to Professor Oak. I'll bet he might be thankful. Oh, look at me. I forget my own head if it weren't attached. I should do something to thank you too. You did save me after all. Here, maybe this will do. SS-ticket van meneer Bill. Of mevrouw. That cruise ship is the SSN pulls into port in Vermilion City. They invited me to some party on board, but I can't stand fancy gatherings. Why don't you go instead of me? There are a couple of tickets in there, so have some fun with a friend or something. Nou, leuk. Trouwens wel heel gaaf om te zien dat je een soort van animatie kreeg toen we natuurlijk op die PC klikten. Which one do you want to see? Ooh. Here I am at the Seafoam Islands in my search for Pokémon I've never seen before. I came across some rapids underground that were too fast to swim across. I was exploring that area when suddenly I was hit by a blast of freezing cold. It was as if I was stuck in a blizzard. It got so cold I began to black out. As my consciousness faded, I saw a pair of shiny wings over the waves. Could that have been the legendary Pokémon Articuno? When I came to... I was lying on the ground outside of the cave for some reason. I need to practice my swimming so that next time I can capture Articuno for sure. Gaaf, gaaf. Dus hierbij is de bevestiging dat Articuno dus in de Seafoam Island zit. Here I am at the abundant power plant in my search for Pokémon I've never seen before. I had no idea you could reach this place by swimming from that spot on Route 10. As I was exploring, one of the Pokéballs lying around suddenly attacked me. Dat was gewoon een Electrode of Voltorb. It made a huge explosion and knocked me out.
but I do remember seeing some jet looting wings as I blacked out. Could that have been the legendary Pokémon Zapdos? Onze favoriet, onze favoriet. When I came to, I found myself lying outside the power plant. As soon as I become able to withstand those explosions, I'm going back to catch Zapdos. Which one do you want to see? Dan ben ik benieuwd ook waar Moltres dan, dus oftewel 146, want die schijnt in Mount Moon te zitten, heb ik van iemand gehoord. Ik denk niet dat het waar is, want ik weet dat die ergens anders is. In originele spellen, tenzij die verplaatst is, maar dat gaan we dan nu zien. Here I am at Victory Road in my search of Pokémon I've never seen before. Dinner zit dus in Victory Road, Moltres. It seems you can't get very far without doing something about the stone walls in the way. As I was exploring the cave, I saw the most beautiful Pokémon. It was so beautiful that it overwhelmed and passed out. The most beautiful Pokémon, wat zou dat dan geweest kunnen zijn? Dat denk, is dit niet Moltres, Moltres. As I did, though, I saw it flap its brightly burning wings. Oh, dus wel. Could it have been the legendary Pokémon Moltres? When I came to, I was all alone. Next time, I've got to stay conscious, so I can capture Moltres for sure. Oké, interessant. Moltres in Victory Road. Zapdos in de Power Plant, dat is niet bekend of niets nieuws. En Articuno in Seafoam Islands, ook dat is niets nieuws. Maar Moltres kan je dus vangen in de Victory Road, oftewel de laatste route van het spel. En voordat je naar de Elite 4 gaat. Dus ja, dat is wel fijn om te weten. Dat weten we ook voor de volgende keer. Dat we daar dan heen moeten en even extra op moeten passen. Zodra we kut hebben, ga ik ook zeker nog even terug om die pokerballs te krijgen. Dat is een oddish, dat is niets bijzonders. En hier kan je dus ook geen... Ivysaur, die heeft wel wat gevonden. Weer een Anaberry Ivysaur. Een Silver Raspberry. Wauw. Ik wist niet dat dat bestond. Maar dat is dus iets anders dan Pokémon Go. Daar heb je Golden Raspberries en Silver Pineberries. Maar ik had niet verwacht dat je... zilveren Raspberries... Dat die in Pokémon Let's Go zaten. Mout, dus wel. Hey, give me back my Pokéball. Squirtle? Kunnen we die misschien overnemen? Dat let ik meteen in. Oh, how could it do such a thing? I need to keep an eye on this house. Get back here. Nou, wij kunnen dus nu door het huis heen om ervoor te zorgen dat we weer een stukje verder kunnen. Dat is mooi. Eerst even onze Pokémon helen en dan gaan we net ook even wat Pokémon wegdoen uit onze Pokémon box. Want zoals Bill natuurlijk net aangaf, kan je dan een aantal Pokémon naar Professor Oak sturen. En krijg je daar misschien wat voor of kan je ze daar opslaan of wat dan ook. Ik hoop wel dat je ze kunt bewaren, want misschien dat er nog wel goede IV Pokémon tussen zitten of wat dan ook. Dus dat gaan we even bekijken. En we naar de party. Open een Pokémon box. En dan de eerste. En to party moet Professor Oak maar Center Professor. Oh, die. Volgens mij kan je maar een aantal selecteren. Je Pokémon heeft been sent to the professor. You got a message back from the professor. Oh, thanks for sending me along those Pokémon. They will help a good deal with my research. And would you look at this? You've sent me 9 Mankey. Rattata is quite a fine Pokémon. That's it. I think you've earned some candy for all your help getting me the Pokémon to study. Candies make your Pokémon stronger, so use them on a Pokémon you'd like to train well. Interessant. Smart candy, mighty candy, health candy, crocodilup. Oké, interessant. You put your in a candy jar. You've sent me 30 Pokémon so far. You're a great aid to my work, Soeren. Do keep on sending me more Pokémon. Nou, dat gaan we zeker doen. Want ook deze wil ik even naar de professor sturen. Ik kan maar blijkbaar 30 tegelijk sturen, dus... We gaan nu even de volgende... X aantal doen. Zo. Zo. En dan cent. Dan moet op die klikken. Doe je aan de cent? Jazeker. Thank you, my boy. This will help a good deal with research. I want you to look at this. You've sent me 40 Mankey. I think you've earned yourself the reward. Waarom zegt hij alleen Mankey? Dat snap ik niet. Moet je... Oké, nou prima. Ik weet niet wat je met die candy... Of het... Ja, ik weet wel wat je met die candy kan. Dat heeft niet gezegd. Maar dat gaan we later wel een keer... Proberen als we een... Als we mensen dit willen bewaren voor na de postteam. Want dan gaan we natuurlijk op ja, goede IV Pokémon jagen. Op shiny Pokémon jagen en et cetera. Met goede natures. Dus ja, daar wil je dan natuurlijk je candy op gebruiken. Want voor de Pokémon die we alleen voor de Let's Play gebruiken. Ja, als ik heel eerlijk ben, die dumpen we daarna gewoon. En die gaan we alleen maar gebruiken om te breeden. Dus ja, en die Pokémon die je dan gaat breeden, daar moet je dan die dingen op gebruiken. Want dat zijn ja, de beste, qua de beste. Je krijgt de beste IV's, de beste nature, de beste moveset, et cetera. Daar wil je gewoon die candy op gebruiken. Pika!
Pipi. Ach jeetje, Pikachu. Pika? Oh, jij hebt gewoon interesse in een lekker raspberrytje. Ja, dat snap ik wel. Ziet er wel lekker uit eigenlijk. Pika, Pika, ja dat... Moest je nou letterlijk 5 minuten over doen om te zien dat daar dan de uitgang was? Dat zag ik meteen toen we binnenkwamen, Pikachu. Ik bedoel, bedankt voor je werk hoor, maar... Ja, dat zagen we binnen 2 seconden wat jij in 5 minuten moest achterhalen. Look at what Team Rocket have done to my house. And they stole my TM, the one that can teach Pokémon like Mantis and Sandshrew. The move Dick. Dat is zeker een handige move, dus ze willen het ook zeker hebben. Team Rocket must be trying to dig their way into something no good. Nou, dat weet ik wel zeker. Ivysaur blijft lekker staan. Let alleen maar de weg, hè. Hij is veel te groot, Ivysaur. Ivysaur moet afvallen. Moet afvallen. Hey, stay out. It's not your yard. Me? I'm an innocent bystander. Don't you believe me? Iemand met een Team Rocket pakje aan, die geloof ik niet snel. Nee, die vertrouw ik niet. Als je het niet heel erg vindt. Sorry. Raticate. Sowieso. Dat is onze eerste... Voor mij... Nee. Nou. Nee, dat was in principe Starmie dan. Onze eerste geëvalueerde Pokémon waar we tegen vechten, maar... Ja, voor een wilde trainer klopt het dan weer wel. Maar maakt niet. Super fan, dat is een best wel goede move. Dus ik moet even oppassen dat die niet... Het is echt... Oh. Voor mij doet Super fan precies de helft van je HP. Dus we kunnen als het goed is nog 1 aanval overleven. Kijk eens aan, dat bedoel ik. En dan moeten we nu pas gaan wisselen. Ja, hij moet echt even dinners gaan trainen hoor, Charmeleon. Want ik merk nu wel dat hij echt al een beetje een... moet het zeggen, een verschil heeft tussen de andere Pokémon. Super fan. Had ik nog kunnen overleven, want dan als het goed is had hij van 12 hadden we, voor mij nog 12 HP had hij naar 6 gegaan. Maar maakt niet uit, zijn we nu al te laat mee. Als we dat allemaal van tevoren wisten, dan maakt het niet uit. Maar goed, Fine Whip gaat dat killen. Dat kan zeker killen. En dan gaat er even het Pokémon Center om onze Charmeleon te helen. Dat ga ik er wel uitknippen. Dat is allemaal niet zo interessant. Maar goed, eerst even deze trainer nog kijken wat hij te zeggen heeft. Zal niet al te veel zijn, gok ik. Want het is maar een simpele bystander. Stop, I give up. I'll leave quietly. Goed zo, jongen. Goed zo, my boy. Haha. Gaat hij ook echt weg of niet? Oké, I will turn the TM I stole. Dit. Nou, dat is mooi. Dan hebben wij in ieder geval die weer even teruggekregen. I better get moving. Bye. Wat een jankerbalk. Oké, dan ga ik nu even mijn Pokémon helen. Dan zien jullie zo. Maar eerst even kijken of we deze nog terug moeten geven. Oh, you retrieved the TM. Thank you very much. You can't keep it dead, though. I've decided to take my time training Diglett and have them learn Dig. That way. Oké, prima. Nou, Dig mogen we hebben. Ik zie jullie zo meteen als we onze Pokémon hebben geheeld. Oké, we zijn weer precies op de plek waar we natuurlijk net gebleven waren voordat ik mijn Pokémon ging helen. Dus laten we het vanaf dit punt maar weer even verder gaan. Ja, als goed is kan je zo meteen hier zo... Of nou, dat kan dan niet nu. Hier kan je dan naar de dinners, naar... ja, klopt. Of als je deze boom neerhaalt, kan je dus naar de powerplant waar Zapdos zit. Maar ja, helaas hebben we dus nog geen kut, dus kan dat niet. Dus moeten we wel hier zo naar beneden. En de schoeders kunnen hier wellicht ook een nieuwe Pokémon vangen. Eerst even kijken of er hier misschien nog iets te liggen valt of iets te halen valt. Ik denk het namelijk wel. Kijk eens aan, een Pokéball. Een Burnie. Niet verkeerd, niet verkeerd. Kun je tegen dat meisje praten trouwens of is dat niet mogelijk? Nee, ik kan niet tegen... Ze draait zich goed weg, dus ze heeft helemaal geen interesse om tegen ons te praten. Even altijd in de bosjes checken. Ligt er misschien verder nog wat interessants? Nee, ook niet. Dat is een simpele Rattata, die hebben we al. Is er misschien nog andere Pokémon hier zo in de buurt die we kunnen vangen? En die nog nieuw zijn voor ons? Nee, zullen we zien niet. 3 Great Balls, die zijn zeker gewaardeerd, want het is erg lang... Hey, een Jigglypuff. Ja, dat is inderdaad een Jigglypuff. Ik dacht even dat het Clefairy was, maar het is een nieuw Pokémon. Een Jigglypuff. Niet de meest bijzondere, maar ik vind het wel een leuke. En dat is ook wel een aardig donker cirkeltje. Een zilver raspberry. Kan dat het? A berry that makes easy to catch Pokémon different to them. Nou, logisch. Maar die gaan we dus bewaren waarschijnlijk voor Legendaries, tenzij er nog betere raspberries zijn, maar dat verwacht ik even niet. Hoppa, we worden er beter in, we worden er beter in. Je moet wel ietsje eerder gooien voordat je zeg maar, ja, de Pokémon... Ja, je moet wel ietsje van tevoren gooien, zeg maar, want het duurt even voordat ja, die Pokéball ten eerste registreert dat je hebt gegooid. Dus hè, dat je ziet van, hé, je hebt de beweging gemaakt. En dan duurt het ook nog even voordat de Pokéball de Pokémon raakt. Dus ja, gooi ietsje van tevoren, zou ik zeggen.
Maar ja, wie ben ik om dat te zeggen? Ik bedoel, kan voor geen meter gooien, dus neem mijn commentaar ook niet te serieus. Uses its cute round eye to enrapture its foe. It then sings a pleasing melody that lulls the foe, the foe to sleep. Foe to sleep. Pff. Helemaal afgeleid van die Pokédex tekst van Jigglypuff. Dit is een... wat is het eigenlijk? Of moet ik het noemen? Dit is de plek waar je je Pokémon kan breeden. Dus stel jij wil gewoon even een Pokémon wel trainen, maar niet van jezelf. Dan kan je die hier zo plaatsen. En kan je dus ook eieren krijgen. Hey there, my name is Mr. Hyper. Listen closely now, my young friend. If you ever achieve the title of champion, be sure to come back here and see me. I'll be waiting. Dat moet ik misschien wel even opschrijven, want dat is wel interessant. I'm a daycare lady. I look after and raise a Pokémon of trainers who leave them in there with me. Now then, what would you like to do? Nou, eigenlijk niks, want het doet... Ja, ik heb dan niet echt een Pokémon die ik nou echt wil trainen en... die ik later nodig heb of zo. Dus is voor later, is voor breeden hartstikke handig. En daar staat onze rivaal. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij staat zich alleen op zijn hoofd te krabben. Ik dacht dat hij aan het drinken was. Iets aan het drinken was, maar hij staat zich alleen aan zijn hoofd te krabben. Ik kan misschien wel eens het laatste dingetje doen wat we vandaag gaan doen, maar... Even kijken hoe lang het duurt of dat we überhaupt tegen hem moeten vechten. Kijk. Oh, hey Soeren. Seems like we can't pass through the gate here. Dat klopt, want daar moet je een T voor hebben, dat krijg je later. But the underground path should take us to Vermilion City. It's a bit dark and spooky though. Nou, dat kunnen wij wel aan. Huh? Hold still for one sec, Soeren. Ha. I was wondering what the sparkly thing was. This was stuck in your hair. Oké, er zat een revive in ons haar. Nou ja, wat is dat dan weer voor? Is dat een goocheltruc of wat dan ook? Revives can heal Pokémon that have been knocked out in battle. En daarom bewaren we ze dus voor de Elite 4. I have a few extras, so here, take some of mine too. Ja ja, volgens mij zat er helemaal niks in ons haar. En dan had jij gewoon eentje in je hand en zeg je van, nee, dat zat wel in je haar. Grappig. Maybe those will help you when you take on the next GM. Nou, dat heb ik niet nodig. Huh? Are those SS tickets you have? Here. Ja, we geven hem wel gewoon aan hem. Hij is aardig voor ons geweest. You've gave Blue one of your SS tickets. Hey, are you sure I can have this? You know I'm definitely going white. Where did you get this anyway? Nou, van die gozer. You got it from the talking Pokémon? Ja, ja, dat klopt. Dat hebben wij eens even overwonnen. What? Oh, it was a person after all. Well, I guess that's good to hear. Watje. Hey, just forget about that whole thing, okay? I think I'll press on her head. See you there. Nou, prima. Geen gevecht dus met hem, dus we kunnen nog een stukje verder de wereld van Pokémon verkennen. Maar ja, ik heb besloten Dinnis een SS-ticket te geven op deze manier. Je kan ook voor een andere manier kiezen, maar dan vond ik een beetje van... Ja, ik heb er twee, dus... Wil je er eentje, weet je wel? Dit toch vandaag even gewoon eentje. Klaar. Hij is ook aardig voor ons geweest. When my Pokémon is on my shoulder, it will let me know with its tail when there's an item on the ground nearby. Dat is handig, maar Ivysaur doet dat door middel van een item teken, want hij heeft geen staart. Ja, maakt het uit. Hey, je Pokéball. Een Rappel. Ik zie ook nog steeds niet in waarom die eigenlijk nog in het spel zitten. Maar goed, kan geen kwaad, denk ik. En als goed is kunnen we op deze manier onder... Wat is het? Cerulean? Nee, dit is niet Cerulean. Wat is die... Die grote stad. Is dat ook die Fuchsia? We kunnen... We gaan nu naar Dinnis. Naar... Zo, ik ben even de naam kwijt van die grote stad. Nou, kom het later op. Maar we gaan in ieder geval onder een stad door nu. Of zijn we onder een stad doorgegaan. The lightning is not great in the underground path. People drop a lot of things down there, I hear. Nou, dat klopt. We hebben net twee items gevonden. Dus ja, we zijn nu onder een stad doorgegaan en dat zal ik zo even op de map laten zien. En zijn dan nu uitgekomen bij een nieuwe route. Kijk eens aan, route 6. En een Growlithe, dat partij meteen, die is voor ons, hoppa. Die kan gewoon naar ons toe rennen. Die wil gewoon in ons team. Helaas kan ik dat niet doen, maar het is wel mijn favoriete Pokémon qua vuurtypes. Dus die gaan we zeker in ieder geval een Pokéballetje gooien naar hem. Op een vriendelijke manier is dat. Geen excellent helaas, als je het mij vraagt was dat er wel eentje. Want volgens mij was hij gewoon precies het rondje. Jammer. Jammer. Ga ik gewoon even een Nanaberry geven. Of een Raspberry. Nee, we doen een Nanaberry. Even een Nanaberry. Maakt mij even wat rustiger. Zo, perfect. En dan... Dat is wel erg langzaam.
Kijk, je zet het. Ik gooi hem al van tevoren, maar je zag het cirkeltje nog steeds kleiner worden. Wel een excellent nu, dus nu moet hij zeker zitten. Toppie. Helemaal mooi. Crowley heeft gevangen. Die kwam gewoon naar ons toe rennen. Die wilde gewoon bij ons team horen. Dat zou wel eens een van de eerste Pokémon kunnen gaan worden die we gaan shiny hunten. Misschien ook Zubat, misschien ook Magnemite. Het zijn wel een aantal gaven die ik wel leuk vind. A Pokémon with a friendly nature. However, it will back fiercely at anything invading its territory. Daar houden we van. Aardig als het moet, maar streng als het ook moet. Daar komt het eigenlijk op neer. Even kijken, ik weet dat hier ook nog een item ligt, inderdaad. Hé, hey, weer een Growlithe, die gaan we gewoon vangen. We gaan hem gewoon vangen. Dat is echt, we moeten toch x aantal Pokémon vangen waarschijnlijk voor een Squirtle, dus laat het dan maar gewoon op Growlithe doen. Even kijken. Kijk, en als je iets harder gooit volgens mij, dan gaat hij ook wat sneller op de Pokémon af. Dus dat is ook wel interessant te weten. Weer een excellent op de eerste bal. Ik weet niet... Oh jongen, ben je dat dan serieus? Dan gooi je meteen goed, weet je, dan word je niet voor beloond. Dat vind ik zo jammer. Want als je bij excellent al niet zit, laat staan. Volgens mij raakt hij dit gewoon het rondje. Misschien net iets buiten. Ik geef hem dit keer voordeel van de twijfel. Rent hij weg? Voor mij gaat hij wegrennen. Oh nee, dat is... ik dacht even dat hij weg ging rennen. Nanaberry die werkte wel, dus laten we dat maar gewoon doen. Get ready. En dan... go. Kijk, dat was beter. Weer een excellent. Gaat echt wel lekker, jongens. Gaat echt wel... we worden gewoon steeds beter. Als ik... oh, dat zou toch wat zijn. Als je nu opeens een shiny Growlithe op je scherm ziet lopen, wordt echt helemaal gek. Wordt echt helemaal gek. Nogmaals, niet ons doel voor dit. Dat doen we echt pas in de post-game, als we alles hebben verslagen. Ik weet niet hoe vaak dat moet gaan zeggen, maar blijkbaar zijn er mensen die dat dan niet begrijpen. Dus zodoende. Even kijken. Eerst even dat item pakken. Die catch combo hou je gewoon, tenzij een andere Pokémon vangt of dat de Pokémon wegrent volgens mij. Een Super Potion, ik weet dat die ook nog ergens in Rare Candy ligt, dus daar ben ik eigenlijk naar op zoek. Maar een Super Potion is ook zeker geen slechte item. Ligt die misschien achter? Hierachter? Nee, ook niet. Kijk, een Rare Candy, dat is hem. Toch wel goed dat ik nog even vlak voordat Pokémon Let's Go uit is gekomen, Pokémon Leaf Green ben gaan spelen, want daardoor wist ik het. Dat is zo te zien een Double Battle, dat is een Jigglypuff, die hebben we niet meer nodig. Als we dan een Pokémon nodig hebben, is het een Growlithe. Ook nog een trainer. Nou, om deze video af te sluiten, nog één battle. Dat wordt dan met een Double Battle waarschijnlijk. Who's there? Quit listening to us. Quit listening in to us. Is het een Double Battle? We hebben al een keer een Double Battle. Nee, helaas niet. Dat vind ik echt leuk, Double Battles. En Sandshrew, dat is wel een gevaarlijke, maar zal die al een grondaanval hebben? Ik denk het nog niet. Dus ik denk wel dat Charmeleon het aan kan, maar ik ga het risico niet nemen, want ik heb ook niet al te veel schade opnemen. Dan bewaar ik liever even mijn Charmeleon voor een Pokémon die we wel makkelijk kunnen verslaan. Ja, en dan doen we nu maar gewoon even een Ivysaur gebruiken. Want dat is eigenlijk het enige Pokémon die we hebben op dit moment die effectief is tegen een grondtype. Maar dat maakt niet uit. Eén Pokémon is in principe genoeg. Dat is nou niet echt heel veel schade. Nu merk je, ik denk dat dat inderdaad het probleem is, dat we een Jolly Nature hebben. Of misschien nog geen special aanval, kan ook natuurlijk. Want Vine Whip is een fysieke aanval, maar Ivysaur is geen fysieke Pokémon. Qua aanval dan. Dus ja, hier merk je wel een beetje dat Ivysaur qua schade niet zijn potentie kan behalen. Hij kan veel meer schade doen, dat weet ik. Laat het zo zeggen. Nou, die moet dus wel aankunnen, Charmeleon, dus die ga ik wel even wisselen. Excuus voor het vele wissel, maar ja. Om Pokémon te trainen moet je het af en toe even over hebben. Dat is wel een gave animatie hoor, als je dat zo ziet. Een pet, dat is nou niet echt heel erg effectief. Dan ga je gewoon voor de Ember. Ben benieuwd. En we... ah, dat is toch... kijk, nu moet je drie keer aanval doen. Terwijl ik denk dat... ja, ik verwacht eigenlijk wel dat twee aan... ja... het verschil is ook weer niet zo groot. Het is maar twee levels. Maar ik vind dat Charmeleon ook nog weinig... schade doet eigenlijk. Ik denk dat hij ook meer... ja, ik had wat meer van hem verwacht. Laat het zo zeggen. Maar goed. Alsnog dood natuurlijk. Maar het heeft alleen één move langer geduurd. Geen ramp, maar... ja. I just can't win. Nou. Mooi voor ons. Mooi voor ons. Even daar heeft hij nog wat te zeggen. Want anders gaan we met zijn vriendin vechten. Whisper, whisper. En dan fluisteren. Excuse me. This is a private conversation. Je staat... midden op de weg. En dan verwacht je dat mensen, of tenminste, dan vind je het vreemd of onbeschoft als mensen je afstaan te luisteren. Ja, kijk, het feit dat iemand je afstaat te luisteren is natuurlijk netjes, maar dan moet je ook niet midden op de openbare weg gaan doen, zeg maar. Hè? Dat is ook een beetje de onvraag. Maar goed. Bijna, zeg.
Ik denk dat als we een klein beetje meer schade hadden, we gewoon in 2 keer deze Nidoran kunnen verslaan. Net even dat kleine stukje wat we missen. Ja, misschien dat we daardoor juist onze Pokémon wat meer moeten trainen. Of nou, dat we daardoor die candy hebben gekregen van professor Oak om die Pokémon wat sterker te laten worden. Maar goed, we komen er langzaam maar zeker. Meestal hebben we het wel zo dat als Pokémon in het begin weinig schade doen of moeilijk zijn om te trainen, dat ze ja, naarmate hè, de geëvolueerd zijn of evolueren, dat ze dan wel sterker worden. Dus ja, het is een beetje geduld hebben en dan hopelijk worden we daarna beloond. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Kijk, dat is mooi. Een burn. Dan hoeven we inderdaad maar 1 keer nog het aan te vallen. Want dan krijgen we nu nog burnschade. En dit is trouwens ook waar het een van de vorige afleveringen over had. Als, dat is wel erg weinig. Als Jigglypuff nu besluit om een fysieke aanval te doen. Dus bijvoorbeeld zoals Fine Whip. Dan doet dat dus maar de helft van de schade dan dat het normaal zou doen. Omdat het dus een burn staat. Dus een pound is zo'n aanval. Je ziet het doet heel weinig schade. Omdat Jigglypuff dus ja, een burn status heeft. En dat zorgt ervoor dat fysieke aanvallen minder schade doen. Perfect. Nou, mooi voorbeeld. Komt allemaal mooi samen nu. Al die informatie die ik in de vorige aflevering heb gegeven of eerder. Oeh, I hate losing. Ik haat jou. Maar goed, dat was het laatste battle die we hebben gedaan. Whisper Whisper inderdaad. En dan is daarmee weer de aflevering voor vandaag voorbij. Morgen verwacht ik wel een uur aan dinsdag te uploaden. Maar misschien wordt het ook een half uur. Omdat ik dan misschien 2 video's ga uploaden. Ook wel eentje voor Pokémon Go. Maar goed, dat zien we morgen wel. Sowieso een aflevering morgen. Hoe lang die wordt, dat is even nog de vraag. Maar goed. Voor nu, hoop ik dat je natuurlijk weer van deze aflevering hebt kunnen genieten. Laat me natuurlijk zeker weten beneden in de comments wat jouw team op dit moment is. Ik ga nog even wachten met het verklappen van mijn volledige team. Maar als je een Pokémon-fan bent, dan heb je misschien nog een klein patroon ontdekt. Wat is jouw team op dit moment in Pokémon Go? Of in Pokémon Let's Go? Lijkt me hartstikke gaaf om te horen. Voor nu wil ik jullie natuurlijk super bedanken voor het kijken en voor jullie geweldige support. Dat was zoals altijd super gewaardeerd. En dan zie je heel graag bij mijn volgende video.